La 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 la. Chupapi manjanjo! Ahoy! Wat leuk dat jullie er zijn. Yo gasten van Omroep.nl, mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag heb ik een video voor jullie die denk ik het meest aan is gevraagd sinds het begin van de tijd. Maar eigenlijk sinds het begin van dat ik fingerboard tutorials maakte. Iedereen had namelijk dezelfde vraag. Hoe doe je een nollie? Nou ja, ik heb daar vandaag de tutorial over. Ik kan hem zelf nog niet heel super goed, maar omdat ik hem zo vaak gevraagd heb gekregen, ga ik hem voor jullie maken. Het is een simpel, maar toch heel moeilijk trucje, omdat het heel onnatuurlijk aanvoelt. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik jullie ook even wat tips geven, wat waarschijnlijk een hele hoop duidelijk gaat maken. Deze video hoeft dus helemaal niet heel lang te duren. Waarschijnlijk duurt die ook niet heel lang, want het is gewoon een simpele tutorial over hoe je het kan doen. En daar hoef ik niet heel lang over te praten, want eigenlijk is een nollie een soort van ollie, maar dan net wat anders. Dus ik ga het wel even doornemen, maar wat sneller. Kan je de ollie, kickflip of treeflip bijvoorbeeld nog niet? Check dan mijn andere tutorials, die staan ook in deze playlist waar deze ook in staat. En laat even weten welk trucje jij de volgende keer wilt leren, want dan kan ik ook daar een tutorial van maken. Dan ga ik jullie nu meenemen naar mijn ramp en dan kan ik jullie goed laten zien hoe de truc in elkaar zit. Hier zien jullie dus mijn setup, hier ga ik jullie even laten zien hoe het allemaal werkt. Ik heb gewoon weer mijn boordje. Ik ga jullie even stap voor stap meenemen hoe jullie de nollie het beste kunnen leren. Maar voordat ik dat allemaal ga leren, ga ik eerst beginnen met het laten zien van de 4 verschillende soorten jumps. Want dit was best wel verwarrend, helemaal in het begin voor mij. Want ik wist niet zo goed wat was. En als ik dat nu direct ga uitleggen, weten jullie dat ook gelijk. En kunnen jullie daar gewoon de 4 verschillende soorten jumps kunnen jullie leren. Zo heb je natuurlijk de ollie. Je hebt de fakie. Je hebt de nollie. En je hebt de switch. Voor de mensen die het niet begrijpen, je ziet hier waarschijnlijk 4 dezelfde jumps. Ik ga jullie nu even stap voor stap meenemen over wat is. Nou, de ollie is vanaf je middelvinger naar boven en met je wijsvinger naar voren. De fakie is met je middelvinger naar achter en het boordje zo naar achter. Daarom heet dit ook een fakie flip, zeg maar. Logisch dus. Een nollie is met je wijsvinger en je middelvinger, hoppakee, met je wijsvinger meegaan. Dus eigenlijk naar achter op het boordje, omdat je natuurlijk nu zo gaat. Maar dan ga je naar voren. Het is heel verwarrend, ik snap het. En de switch, dus dan switch je letterlijk bijvoorbeeld, dan switch je van positie van hand. Maar ga je wel de ollie, zeg maar, zoals je anders zou doen. Want je gaat mee met het boordje, net zoals wat je gaat met de ollie. Is dit dan de switch de andere kant op. Ik hoop dat dit iets duidelijker maakt. Ik ben het nu aan het uitleggen en ik verwar mezelf ook. Dus probeer gewoon ollie, fakie, nollie, switch. Ja, oké. Ik hoop dat dat duidelijk is. Laten we dan maar nu gewoon gelijk beginnen naar de nollie. De nollie en de nollie flips zijn natuurlijk allemaal met je wijsvinger. En het voelt in het begin super onnatuurlijk om te doen. En dat begrijp ik, dat had ik ook namelijk. Dus de eerste paar keren doe je waarschijnlijk dit. Wow. 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 En dat is helemaal niet erg. Het leren van een nollie is best wel lastig. En waarom is dat lastig? Omdat je doet het met je wijsvinger in plaats van met je middelvinger. Terwijl je nu eigenlijk alleen maar gewend bent om het te doen met je middelvinger. Zonder context was dit ook een gekke zin. Maar in ieder geval, denk bijvoorbeeld aan links schrijven. Zo voelt het ook in het begin om een nollie te doen. Wat doe ik nou voor een nollie? En dan ga ik beginnen met een ollie. Dus dat is echt super verwarrend. Voor de ollie heb ik mijn wijsvinger recht en mijn middelvinger gekromd om de makkelijke ollie te maken. Maar voor de nollie ook heb ik dan mijn wijsvinger recht en doe ik ook mijn middelvinger recht. Want dit is makkelijker omdat je die beweging zo moet maken. Omdat je wijsvinger wat korter is, is het een hele onnatuurlijke beweging om je vingers in plaats van zo te doen. Dus ik kan het even proberen. Nou, het kan wel, maar ik vind het niet prettig, laat ik het zo zeggen. Dus ik doe eigenlijk alle twee mijn vingers gewoon gestrekt op het boordje. En dan doe ik gewoon dezelfde beweging die je maakt met de ollie. Dus de kick van de grond af, met je pols meegaan en dan zo verder gaan. Nu doe ik dat hetzelfde, maar moet ik wat meer met mijn hand, zeg maar, die beweging maken en mijn vingers dan met mijn pols. Omdat ja, je kan je arm moeilijk zo draaien. Oh. Thank you.
Wat ik gewoon ook heel vaak doe, is gewoon heel vaak een toetje achter elkaar proberen. Zodat ik een beetje ga voelen van hoe of wat. En in plaats van dat ik mijn middelvinger helemaal voor de truck zet, zoals wat ik zou doen met een ollie, plus ik zou hem buigen en dat doe ik nu niet. Dus nu hou ik alle twee mijn vingers gestrekt en doe ik hem wat dichterbij, mijn wijsvinger. Dan maak je gewoon de flik en kan je hem zo, omdat je dan je vingers dus mee kan bewegen. Maar mijn vingers die gaan eigenlijk naar dit. Dus ik maak deze beweging met mijn vingers. In plaats van dat ik met mijn pols zo omdraai. Wat ik normaal zou doen met een ollie. Dus ik doe dit met mijn vingers. En dan sluit ik terug en dan vang ik hem erop. En omdat ik hem dus iets dichter bij elkaar heb. Land ik hem steeds beter. En zo kan je het beste. Zo denk ik dat je het beste de nollie kan doen. Dan heb je natuurlijk ook nog de switch, dus dat is de ollie andersom. Nou, dat is eigenlijk vrijwel hetzelfde, alleen dan moet je hem dus wel echt kijken met je vinger om hem mee te sliden. Nou, dit was eigenlijk al gewoon de nollie. De nollie flips en dergelijke. Het is alles gewoon precies andersom wat je zou doen met je wijsvinger. Dus wat ik vooral heb gedaan om het leren van de nollie flips is sowieso eerst even de nollie goed te leren. Omdat het gewoon erg onnatuurlijk aanvoelt. Zodra je dat door hebt, kan je je vingers ook gewoon anders positioneren. Zodat je bijvoorbeeld... En als je dat dan door hebt, dan kan je je vingers in plaats van zo positioneren, anders positioneren. In de hoop dat je, nou ja, hier bijvoorbeeld een nollie flip... Of een nolly tray of whatever. Ik weet niet, voor de nolly tricks merk ik wel dat ik echt mijn vingers precies moet positioneren op om de trucs te doen. En met de normale ollies, en dan kan ik het nog een beetje sturen met mijn wijsvinger. En ik merk dat het met de nolly flips echt moet komen van de positie waar ik mijn middelvinger in leg. Alright, dat was wel een beetje de tutorial voor vandaag, denk ik. Ik hoop dat jullie in ieder geval wat hebben gehad aan deze tutorial. Het is eigenlijk gewoon de ollie, maar dan net wat anders. Dus let goed op de manier waarop je je vingers plaatst. Want ik denk dat dat het verschil maakt voor de nollie. Het voelt inderdaad alsof je het met je linkerhand doet. Als je het met je wijsvinger doet en zo. Dus let daar gewoon op. Gewoon blijf het oefenen. En op een gegeven moment gaat het natuurlijk voelen. Kijk daar gewoon doorheen. Blijf het oefenen. En ik heb ook gewoon echt urenlang gewoon met dat ding lopen kloten. Wat mij ook heeft geholpen om wat meer controle te krijgen met mijn wijsvinger. Is om pop shuffits te doen met mijn wijsvinger. Dat is op zich het makkelijkste om mee te beginnen. Om daarna de nollie te doen. Let goed op de placement van je vingers voor de verschillende trucjes die je wilt doen. Want nou ja, dat maakt echt wel het verschil helemaal met nollies. Ik denk dat dat wel een beetje de tutorial is. Ik wil nog even zeggen dat ik best wel wat reacties krijg soms van mensen dat het nog steeds niet lukt na een tutorial. Het is geen garantie dat je het kan, hè, als je deze tutorial opvolgt. Het is gewoon een kwestie van oefenen. En ik leg alleen maar uit wat de manier is waarop ik denk dat het gewoon het makkelijkste is om te doen. Dus ik probeer gewoon jullie mijn manier te laten leren. En als jij een eigen manier hebt of betere tips hebt of whatever, zet dat gewoon in de reacties. Want daar kan jij ook andere mensen mee helpen en dat is gewoon super tof. Ik hoop in ieder geval dat jullie wat hebben gehad aan deze nollie tutorial. Ik vond het super leuk. Laat ook nog even weten welke truc je nog meer wilt leren. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Net zoals altijd. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.